Dank voor je reacties naar aanleiding van de eerste drie vragen. En we zijn alweer aanbeland aan de laatste vraag voor dit mini-onderzoekje over authentiek leiderschap, georganiseerd door Management Book, samen met Scriptum, de uitgever van het boek Echte Leiders in Echte Organisaties, dat binnenkort gaat uitkomen. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, dus hartstikke spannend voor mij. En ik hoop uiteraard ook dat jullie het boek binnenkort te zien krijgen. De laatste vraag gaat over wat jouw definitie is van authentiek leiderschap, echt leiderschap. Wanneer is een echte leider nu succesvol? En als dat meer is dan alleen maar dicht bij jezelf blijven, wat is dat dan precies? Nou, de ene leider leidt aan zelfoverschatting en kan maar moeilijk accepteren hoe die in elkaar zit. De andere leider is toevallig ergens aan de top beland, maar heeft nog niet het meest zinderende zelfbeeld. Waardoor die eigenlijk ook niet snapt waarom die de leider is geworden. Nou, vraag aan jou is, wat is jouw persoonlijke definitie van authentiek leiderschap? En iedereen zal daar ook een andere definitie over geven. De meest inspirerende en mooie definitie, die wil ik graag zien dat je die naar ons toestuurt. En dat gecombineerd met de beantwoorden van de andere drie vragen bepaalt ook of jij een coachingstraject wint of dat je een van de gratis boeken toegestuurd krijgt. Nou, de vraag heel simpel, wat is jouw definitie van authentiek leiderschap? Als het te lang is, hoef je het niet te twitteren en kun je het alleen mailen. Als je het in een paar kernwoorden kunt zeggen, dan kun je het ook twitteren. Hartstikke goed. In ieder geval dank voor de deelname aan het onderzoek. En de uitslagen zullen worden gepubliceerd na het verschijnen van het boek via deze site en via Vergouwen Overduin. Ik vond het hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. En wellicht gaan we elkaar live ontmoeten. En voor nu, tot ziens.